Kinderen hebben soms een heel goede insteek bij het aankaarten van oplossingen. Dit is heel duidelijk naar voren gekomen tijdens de door de UNICEF uitgeschreven opstelwedstrijd in verband met de Internationale Jeugddag of International Youth Day. Elk jaar op 12 augustus wordt deze dag door UNICEF gevierd. De opstelwedstrijd ging over armoedebestrijding, duurzame productie en consumptie. Volgens Mahogany Nede, Communication Officer van de UNICEF, vertelt over de launch van deze opstelwedstrijd op 12 augustus jongstleden. Het geeft het al aan. Een dag gefocust op onze jongeren, onze Surinaamse jongeren. En wereldwijd wordt het ook wel gevierd. En wat we hebben gedaan, het geeft eigenlijk aan hoe belangrijk de mening van jongeren is. Hoe belangrijk hun participatie is. En hoe belangrijk het is dat ze bijdragen aan zowel armoedebestrijding als de SDGs. Als de ontwikkeling van Suriname. We hebben 13 inzendingen gehad opstellen. Allemaal heel creatief. Kinderen hebben meegedaan vanaf 10 jaar tot 17 jaar. Dat geeft al helemaal aan hoe mooi het was, maar hoe moeilijk het was om ook een oordeel te vormen. Wie de winnaars zijn. Maar het was een grote plezier het allemaal te lezen. Kinderen hebben ook oplossingen aangekaart. En de bedoeling hiervan is dus op een gegeven moment om een boekje te vormen met alle inzendingen. En dit dan bij te dragen aan alle partners en alle donoren en de verschillende organisaties. Zodat ze ook kunnen zien dat de jongeren van Suriname insteek hebben bij in principe armoedebestrijding en de SDGs. Nede zegt dat kinderen een creatieve manier van denken hebben, welke wij als volwassenen niet meer zien. De winnaars waren in de gelegenheid kort aan te geven waarover hun opstel ging en hoe ze denken te kunnen bijdragen aan het 12e doel van de Sustainable Development Goals, namelijk verantwoorde consumptie en productie. De prijsuitreiking vond plaats in het SOC-gebouw aan de Cultuurtuinlaan.